Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik een video van LOL voor jullie, of LOL, ik weet eigenlijk niet welke van de twee het nou is, LOL of LOL. Laat me dat weten in de reacties wat jij zegt. In ieder geval heb ik hier een kussen, het is een doodle kussen, dat kun je zelf inkleuren met stiften. Even het kussen eruit, zit nog vast. Oh, dat komt vrij makkelijk los. Dit is dus kussen, daar kun je stiften op gebruiken. Er zitten al 3 stiften bij, roze, blauw en paars, lila. Dat is een soort 3 marker challenge. En er zit nog wat bij, dat zullen we zo zien. Je kan het kussen wassen en dan kun je het opnieuw inkleuren. En dan heb ik deze fun bag gekocht. En daar zit een verrassing in, geen idee wat, anders was het geen verrassing. Dus dat zullen we nog gaan zien. Als eerste ga ik me even bezighouden met het kussen. Dit zijn dus de kleuren die erbij horen. En er zit een klein cadeautje bij. Die leg ik even opzij. Ik begin met kleuren met deze 3 stiften. Daar kan ik niet heel erg veel mee, denk ik zo. Maar we gaan eens kijken wat ik hiervan kan maken. Het is een vrij dikke stift. Oh, heel fijn. Die stiften lopen dus echt heel erg in elkaar over. Nou, dit is het resultaat. Geweldig, zoals je kunt zien. Dat was heel sarcastisch. De kleuren lopen echt extreem in elkaar over. Daar begon het al. En ook bij het poppetje zelf. Dit is gewoon niet wat je wilt zien. Maar goed, als de stiften dus bij elkaar komen, dan loopt het helemaal in elkaar over. En dan krijg je dit soort rare vlekken. Het is een soort van, ja, mengkleur. Misschien zou ik daar wat mee kunnen doen als ik beter was in dit soort dingen. Maar op dit moment is het gewoon een lelijke vlek geworden. Zonder, nou ja, het mengen van kleuren. Dat was echt niet de bedoeling. Ja, ik denk dat dit maar gewoon direct uitgewassen moet worden. Hier valt vrij weinig aan te redden. En gelukkig is dit ook echt uit te wassen. En kan ik het dan helemaal opnieuw proberen. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Laat een reactie achter. Misschien zou jij hem niet uitwassen. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet, maar laat dat me weten. Dus dit was mijn poging om een 3 marker challenge te doen op een kussen. Helemaal geweldig. Prachtig. Ja, je mag me een cijfer geven van 1 tot 10 voor dit kussen. Ik zou mezelf een 3,5 geven. Vind ik wel redelijk. Dus een 3,5 voor mijn kussen. Het ding zelf is leuk om in te kleuren, maar mijn resultaat is niet geweldig. Ik ga maar gauw verder met dingen openmaken. Dit zat bij het kussen en volgens mij heb ik het kapot getrokken. Even kijken. Ja. Dit is niet mijn dag.
Dit is echt heel erg gênant. Maar goed, de stickers die bij het kussen zaten waren heel schattig en sommige zijn nu in tweeën getrokken. Nou ja, de rest is nog steeds leuk, mooi. Nou ja, twee zijn kapot. Oeps. Volgende, deze maar een beetje voorzichtiger openmaken. Heel voorzichtig. Kijken of daar niks tussen zit. Ik vertrouw het nu echt niet meer. Ik vertrouw mezelf niet meer. Oké, dat is in ieder geval nog heel. Dit is, ja, ook een set met stickers. Nou, leuk. Volgende, als dat heel blijft. Oh, ik durf dit echt niet meer, jongens. Oké, ja. Dat is nog heel, dat kon je ook niet kapot trekken. Een stempel. Even kijken hoor. Hier maar even proberen. En zoals een sterretje. Zo. En wat zit hier dan in? Een beetje in overbodig plastic. Een hele stapel met kleurplaten. Nou, die zijn wel heel leuk. Even kijken of er nog meer in zit. Ja. Oké, van die... hoe heet dat nou? Vetkrijtjes? Krijtjes. Dat zijn er 4. Ook een leuke challenge om te doen met de kleurplaten. Laat me dat weten of je dat zou willen zien. Reactie achterlaten. Ja, we hebben er hier echt heel veel van. Dus daar kunnen we best een paar challenges mee doen. Vooral met die krijtjes nu erbij. Dus 4 kleuren. Daar kunnen we best wel wat mee doen. Dus laat me weten of je een soort 4 marker challenge wil zien. Laat me weten of ik dit in de wasmachine moet doen of dat ik hem zo moet houden. Ja, persoonlijk vind ik dat deze wel in de wasmachine mag. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval me hebben kunnen lachen. En ja, ik hoop dat je abonneert op dit kanaal. Op het klokje naast de abonneerbutton klikt, zodat je in de volgende video weer ziet. Laat ook vooral een reactie achter. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot dan en dag!